Hallo Spengsebrimmers, bij een nieuwe aflevering van Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn. Dit is geen idee welke aflevering. En wij zijn op het vergeten eiland aangekomen en het eiland ziet er aardig vergeten uit. Dus laten we niet vergeten dat vergeten eiland niet in vergeten valt. Oké, de intro zocht nergens op en de kapitein heeft last van zijn rug. Ik heb geen idee of ik dit al gespeeld heb, ik geloof het niet. Dat is al heel wat beter. Alles goed, kapitein? We moeten aan de overkant geraken. Mooi. Dat is een ingang. Kom op, Ellen en zijn mannen zijn langs daar gegaan. Oké. Nou, wat het dus heel grappig is, ik heb dus de film gekeken. Dit weekend heb ik de film Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn gekeken. Nou, komt de professionele review. Ik ga dus eventjes voor jullie het spel vergelijken met de film. De film is totaal anders. Ik ga eerlijk met jullie zijn. De film, het spel is een leuk spel. Ik geef het toe, stiekem vind ik dit echt een heel leuk spel. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met het spel. Ik doe alsof ik het heel kut vind, maar stiekem kan ik er best wel om lachen. Vind ik het echt best wel een leuk spel om te spelen. En geniet ik gewoon van het opnemen van dit spel. De film is helemaal anders. Volgens mij hebben we dit trouwens al gedaan. We hebben al een klein stukje van gedaan. Ah, jullie gaan er niet dood van. Ze nemen die toorts gewoon weer mee. Oh, dan wordt het natuurlijk gescheiden van de captain. Dat hebben we al gehad, ja. Hier ergens waren wij. Ja, hier waren we. Hier waren we, ja. We zullen dat ook alweer. We moesten iets met die toorts gaan doen. Nu is hij uit, denk ik. Ik hoop dat hij nu wel uit is. Oh, hier moest je ergens naar beneden. Dat was het. Ik weet het alweer. Was het gewoon bij het begin? Nee, niet meteen naar beneden. Nou ja, de film. En er zijn hele belangrijke dingen in het spel weggelaten die ik in de film juist heel cool vond. Zoals die operavrouw waar de kapitein in het spel gaat de kapitein daarheen. Zo van, hallo operavrouw. En die operavrouw zegt van, hallo kapitein. En op het einde doet Kuifje zo van, oh, ik heb een volgende schip gevonden. Kom, we gaan weg. Nou, in de film is het derde schip zit dan in een bak. Voor neem aan dat 90% van de mensen deze video kijkt de film niet heeft gezien. Zit het derde schip zit in een stolp en die is van onbreekbaar glas. En dan hebben ze dus die vrouw nodig. Kapitein en Kuifje die halen die vrouw erbij. Want die vrouw die kan op een bepaalde toonhoogte zingen waardoor het glas breekt. En dat is in de film. Hebben ze dus die vrouw nodig voor hun plan. En ja, in het spel doen ze zo van, die vrouw die zit er gewoon in omdat ze ook in de film zat. Maar ze hebben er helemaal niet gebruikt. Dat vind ik best wel zonde. Op dat moment dan heb je een andere man die ook achter het perkament aan zit. Die is gewoon helemaal weggelaten in het spel. In dit spel zit die rare kapiteinman erachteraan, maar in het spel zit er een man aan. Nou kijk, in de cutscenes van het spel tussen de kapitein en een vechtende man. Ja, daarbij dus de kapitein is een haddock, is dus een navader van die man met die roze broek aan. En in de film is de vijand, die ook achter die perkamenten aan zit, is een kind van die andere vent. En die gaan tegen elkaar en die willen allebei de drie perkamenten. In het spel heb je gewoon alleen haddock en heb je die boef, die gewoon achter een schat aan zit. Maar in de film is het een soort van payback time voor beide. Oh, dit gaat niet goed. Dit kan me nog herinneren van de vorige keer. Maar dan gaat het niet om. Een paar secondjes kunnen jullie hebben. En ik vind het dus jammer. Dat soort dingen hebben ze helemaal weggelaten. In de film is een hele coole achtervolgingsscène. En dan pakt die man het namelijk een raaf bij zich. Zoals Kuifje dus Bobby heeft. En die raaf die pakt dan het perkament uit het derde schip. En dan zit er een hele achtervolgingsscène aan. Van echt 15 minuten dat die raaf hem weer heeft. En dan Bobby het perkament weer en zo. Dat hadden ze heel vet in het spel kunnen verwerken. Hebben ze niet gedaan. Ik vind het spel leuk, ik vind de film leuk, maar ze hadden meer uit het spel kunnen halen richting de filmverhalen, want die was gewoon goed. En het spel is een beetje afgezaagd geworden, zo van, oh ja, 3-1-hoorns, bla bla bla. En ja, dit eiland zit ook helemaal niet in de film. In de film blijkt de uiteindelijke locatie van de eenhoorn is het huis van die man zelf. Dat is eigenlijk het huis van Haddock, om een of andere reden. In de film zit ook een heel leuk element, dat Haddock is de hele tijd dronken. Spel, weggelaten. Haddock die herinnert zich alleen maar die herinneringen. Als hij drank op heeft. Helemaal weggelaten. Nee, dat vind ik jammer. Dat zijn leuke elementen. Nu hebben we een soort van review over de film en het spel. Wat ik best wel grappig vind. Maar ik vind het jammer. Ze hadden er echt meer uit kunnen halen. Ik vind het een leuk spel. Maar de verhaallijn had echt uitgediept kunnen worden. En dan meer dat van dat soort coole actiescènes ingekund. Kijk, ik bedoel. Als je er heel veel actiescènes in gaat zitten die helemaal niet waren. Dan kan ik het je niet kwalijk nemen. Maar nu laat je juist actiescènes weg. Terwijl juist in het spel zou je juist die actiescènes erin willen hebben, denk. Oh, hier zijn we weer. Ik weet alweer hoe het zit. Ja. Hier rechts is zeker een schat, zal te zien. Ja. Heel veel krabben trouwens hier. Veel. Ja, daar hebben we er weer een. Ik ga nu stoppen over de film en het spel. Ik raad jullie zeker aan de film te kijken. Het is een animatiefilm, oftewel een tekenfilm. Maar hij is zo goed geanimeerd, dat lijkt bijna op een echte film. Nou, in het spel zijn ook de Janssens. Die kennen jullie allemaal, maar die zijn ook helemaal weggelaten. Ik heb ook zoiets van, ah, oh, zijn reet staat in de fik. Epic. Vind ik ook zonde. Zo van, waarom laat je de Janssens weg? De Janssens zijn awesome.
in de film worden namelijk de Jansens al overvallen door een portefeuille-dief. En uiteindelijk vinden ze via die portefeuille vinden ze een kuifje weer of zoiets. Ik weet niet eens meer precies hoe het zat. Ik ga ook niet te veel de film voor jullie spoilen. Misschien willen jullie nog gaan spelen. Weet ik veel. Ah, jouw reet zat ook in de fik. It's funny because je reet zat in de fik. Zo, dat leven hebben we al. Je kan die fles wel even meenemen. Waarom de gouden krab? De gouden krab staat ook in de film. De gulden krabben. Ze werden niet overdreven. Hier in het spel zie je ze om de 5 meter. In de film zag je af en toe, zag je op het vliegtuig stond er eentje. En af en toe bij de derde schip daar in dat Turkse gebied. Hou je boeien boeien. Zaten nog wat van die dingen. Maar ze hebben het niet overdreven. In het spel nog meer wel. Maar daar ben ik niet boos om. Het is meer, ik vind het gewoon jammer dat ze het verhaal niet uitgediept hebben. Vind ik gewoon oprecht jammer. Maar laten we niet boos zijn. Laten we gewoon lekker het spel gaan spelen. Want dat is denk ik waar jullie voor gekomen zijn. Uiteindelijk. Ik weet niet waar jullie voor gekomen zijn, you tell me. En vanaf nu zijn we weer bij het nieuwe gedeelte. Hoppa. Oké, okay. Ik heb geen zin om te vallen. Gelukkig ga je niet dood. Waarschijnlijk val je gewoon in het water. Het is wel logisch als je boven water zit en zo. En dat scheelt weer voor ons. Zo, even kijken. Oh, dat is toch een mooi rat. Ik hoop dat het niet al te moeilijk is. Dat hoop ik wel meestal met dit soort spellen. Het is ook een kinderspel. En dan voel ik me nogal vernederd als het wel moeilijk blijkt te zijn. Oh, we hebben dus een torch nodig. Ja. Ja. Hoppa. Oh, dat was raar. Waarom brandde dat niet door? Ik heb vraag. Hé, dat is een kist. Geheimpie. Oké, okay, die was best goed verstopt, dat geef ik toe. Even kijken of die toorts onder water ook nog werkt. Let's go. Tuurlijk ben je dat ding onder water gewoon, joh. Als we nu boven water komen en het ding staat aan, ga ik mijn dingen afvragen, kuifje. Oh, moet ik wel dit hele stuk overnieuw doen. Wat een hel zeg. Hoe durven ze? Oh, zelfs buisje. Kuifje kan de boss crawl. Wat goed, Kuifje, dat jij de boss crawl kan. Dat is een moeilijk hoor. Even daar jou weggooien. Stout. Foei. Nou ja, Kuifje, wees blij dat jij de boss crawl kan. Nou, dat kan niet iedereen, maar jij kan hem. Dus wees trots. Op dat soort dingen. Even kijken. Oh, is dat niet aan zeker? Ja, kijk. Je moet hem aansteken bij een ander ding. Moet ik dat nou weer weten? Gewoon recht omhoog gooien. Komt er nu een nieuw bakje? Kom op, nieuw. Opnieuw. Oké, okay, mooi. Even aansteken. Ja, kijk. Dat moest ik dat dan weer kunnen weten. Dat je hem aan moet steken. Dan is het ook best logisch dat hij door het water uitgaat. Een stuk logischer deur. Tenminste. Ja, mooi. Ik dacht we wagen het erop. Gewoon een lekkere risicovolle sprong. Dan had hij eens even lekker wat mensen gaan verbranden. Oldschool. Hey, de kapitein is er ook bij. Gezellig. Kapitein Molt even lekker allemaal. Lekker kapiteintje. Doe je niet slecht hoor. Hou vol, kapitein. Want dus hier moeten die dat pellet ding daar ook eventjes weggooien branden. Oh, mijn reet. Dat is heet. In de film zit ook iets over die dingen van Kuifje. Dat hij op zijn reet valt. Dat soort trips. Op een gegeven moment gaat Kuifje helemaal trippen in de film. Ik weet niet precies meer waarom. Ga gewoon de film. Ik raad jullie echt aan de film te kijken. Ik heb hem ook in het Nederlands gekeken. En dat vroeg niet heel veel toe of zo. Ik vond de Nederlandse stemmen wel oké. Oké, okay, nou genoeg over de film. Jullie weten het tenminste, ik begrijp wat meer van het verhaal. En ja. Ik heb iets minder respect voor het spel op zich, omdat gewoon de film te awesome was. De film was te awesome, waardoor het spel tegen begint te vallen. Wat zei je? Voor mij is hier wel een kist. Ja, kijk eens dan. Oh, ik zie het dan. Die moet eerst even aan. Waar gaan we dat nou? Hier zo. Hier langs springen? Gaat die dan aan? Ja, slimme Rick. Slimme Rick. Omdat ik Rick heet. Dat is grappig. Hey Rick, je bent echt van... Oh, ik kan me zelfs een gooitje geven. Ik wil zeggen een kuifje. Wat, hoe kan ik me nou een kuifje geven? Ik heb al een kuifje. In de film is er zelfs een stukje waarop Kuifje zijn kuifje verliest. Maar dan een scène later heeft hij hem weer. Nu denk je, oh my god, dat moet ik echt zien. Dus nu ga je de film kopen. Blijf op je hoede. Downloaden. Ik denk dat je hem niet in het Nederlands kan downloaden. Maar vast van het Engels. Tintin en the Secret of the Unicorn. Zo, mooi. Dat doet me echt denken aan Uncharted, als je een ladder gooit die dan naar beneden klapt. Uncharted 2, die ik nog steeds moet afmaken, ik heb 2 parts. Het begin is er. Laten we het daarop houden. Oh, dit is al vet. Later! Nee, kapitein, niet doen! Goed zo, stoute kapitein. Oh, lekker kontje, even verkrachten. Een mooi moment voor een verkrachting. Een uitgesproken verkrachtingsmoment. Oh, even een bad geven. Oh, dat zijn er veel. Deze brug ziet eruit alsof hij gaat breken. Ja, dat heb je dan. Nou, best wel vet gedaan dit. Kuifje nog even rennen. Hey, 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 hey. Kan ik nog besturen? Kan ik springen of zo? Nope. Au. Oké, okay, best wel vet gedaan. Wel raar dat die gasten gewoon niet uit het water kunnen klimmen, maar ja. Okay, oh, deze mensen hebben pistolen. Daar houden die ze van. Ja, dat is vuurwerk of is het een fackel? What the fuck? Hoe gaan we dit even oplossen?
Ziet er niet al te moeilijk uit. Oké, dat was makkelijker dan verwacht. Die andere man heeft een wapen. We kunnen één damage nemen. Oh. Komt u maar weer terug. Blazen. Hop. Auw. Oké, dat was niet eerlijk. Maar oké. Het leven is nou helemaal niet eerlijk. Dat geef ik toe. Oh fuck, hij leeft ook nog. Nee! Mijn anus! Oké, dat kon ik niet weten, hè. Oké, maar dit hoort er dus bij dat je van die brug geval zat te zien. Dat vind ik wel vet. Ik vind het wel leuk gedaan. Kom op jongens, geef Kuifje een beetje credit voor deze epischheid. Wow. Hoeren? Zijn kapitein een hoer? Ik weet het niet. Ik weet niet wat de kapitein allemaal zei. We hebben dingen gezegd op de spijs hebben jongens, maar daar blijft het nog wel bij. Sowieso hebben we die torch slim moeten gaan gebruiken, alleen hoe komen we daar? Ik ben eens even te vragen. Oké, we hebben sowieso die tonnetjes in de kin eens oppakken, een beetje skeer. Ja, wat wil je gaan doen dan, paraplu man? Wat wil je daar gaan doen dan? Die paraplu man kunnen we wel van achter pakken. Oké, dat is deze vent te pakken. Is deze vent sowieso een wapen? Nee. Oké, dat was niet eerst. Oh, fuck. Nee! Oh, oké, dit is nog best wel moeilijk! Oké, dat is gewoon een reeksregel. Ga je twee keer dood op hetzelfde punt, zeg dat het moeilijk is. Zo, dat is moeilijk! Gewoon rennen, Kuifje, gewoon rennen. Gewoon bij rennen, joh. Oké, rennen. Oh, ik ben met één mannetje maar. Hallo, meneer. Even een koprol maken. Ja, joh, dat kan gewoon. Dat kan allemaal. Dat boeit me helemaal niks, hè. Oké, gaan we deze keer anders aanpakken? Nee. Natuurlijk niet. Jullie kennen mij waarschijnlijk dan niet goed genoeg. Rick pakt het nooit anders aan. Oké, deze man gaan we nu deze keer gewoon wel doodmaken. Die zit er dood. Is hij dood genoeg? Of klimt hij er weer op? Die kan niet meer naar boven. Oké, parapluman is sowieso niet al te moeilijk. En die andere gooi even kapot met het glas. Oké, dat ging niet helemaal zoals gepland. Kom dan, parapluman, kom dan. Zo. Oh, die leeft zeker ook nog. Of niet dan? Genoeg! We hebben even een bad gegeven. Oh, hij is dood. Oké, mooi. Oké, waarschijnlijk kan ik hem een klap geven zodat hij daar vanaf klimt. En als dat niet zo is, dan moeten we rennen. Rennen, Kuif! Hoe kom ik daar niks boven dan? Ook als ik in die ton zit, of niet? Gaan we dat even niet proberen? Oh, kut. Nee, naar beneden. Dit is nogal knullig wat ik op dit moment aan het doen ben, maar oké. Is er nog wat te doen verder? Een geheim. Oh, dat is niet slecht. Hoppa, een gulden krab. Hebbes. Oh, goed. Oepsie. Nee, oepsie floepsie. Oepsie floep. Oh, verwarring. Waar is Kuifje nou eigenlijk? Ik ga het glas pakken. Achter beslubben. Nou hebben we mooi jongens. Blijf waar je bent. Oké, kom maar. Hop. Oh, dat ging iets minder goed gepland. Oh, ik haat die man zo met zijn paraplu. Vooral hier, omdat het zo traag gaat en zo. Kom dan. Nou, gewoon even achter. Oké, deze keer gaat het lukken. Vol vertrouwen. Blijf waar je bent. Ah, kom op. Dat was gewoon flauw. Nog een keer van achteren besluipen zoals het hoort. Haal dan net die trap af als ik hem wil gooien. Dat vind ik niet zo leuk. Hey, kom maar erop dan. Oh, gaan ze paraplu daar gewoon tegen? Misschien dat ik snel gooi. Oh, we gaan weer. Oh my god, ik ben zo drollig bezig. Oké, man. Hey jij! Doe eens niet zo irritant. Nou gaat hij eraan, hè? Oké, toch goed. Hij moet een beetje in het midden zitten. Maar nou gaat hij weer die trap naar beneden. Dat wil je ook niet. Ik ga nog even een heel rondje. Oh, gaat hij weer aan. Zo, ja. Nee, kut. Dit is zo knullig, Rick. Wat doe je allemaal? Ik heb geen idee, man. Ik moet gewoon een goede map verkopen over hem heen springen. Dat is me eerder wel eens gelukt, over hem heen springen. Anka! Nee, ik blijf niet waar ik ben. Dat is ook iets heel grappig. Bij Grim zeggen ze altijd... ga zitten waar je bent. Maar dan denk ik dat je kan niet zitten waar je niet bent. Misschien ook wel dat vat gooien. Misschien is dat handig. Een toort samen. Misschien is dat handig. Ik kan er nog niet heen op dit moment, denk ik. Nee, ik heb een kapitein voor nodig zeker. Die komt zeker aan dat deurtje. Hallo Kuifje, jij ook nog hier? Oké, nou pak hem hoor. Nu is het gedaan met die vent. Als hij nu even niet omkeert en niet van die van de ladder afgaat. Nou jongens, woede. Dat deed geen pijn. Dat is leuk voor jou. Oh, hey. Kuifje, je bent geen ninja.
Waarom denk jij veel dat hij niet is? Nee, dat gaat niet lukken. Oh, dat is, ik ben wel heel kansloos bezig. Wacht even. Oh, dan gaat hij weer die kant op. Oh, timer zit er ook op. Oké, we gaan hem nu pakken hoor. Deze keer gaat het echt lukken. Het gaat zo... Oh. Er zijn ook duizenden andere manieren waarop je dit kan doen. Maar nee, Rick wil per se eigenwijs doen en wil per se deze manier doen. Kijk, nou hebben we, die manier. Eindelijk. Dat duurde eventjes. Oké, waarschijnlijk komt de kapitein daaruit of zo. Ja, daar heb je hem. Hey, kapitein. Ik ben onderweg wat ouder bekend. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar oké, filmpje vooruit maar. Filmpje lijkt een beetje. Nou, het is ook geen filmpje. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn. Volgende aflevering gaan we verder met Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn. En dan zijn we in deze grot. En dit ding naar best wel op een voet. Bedankt voor het kijken. Vergeet het video niet te liken als je hem leuk wilt. Zie je bij de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering. De kapitein geeft een mooi applaus en deed een sexy dansje. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!